Het was dit weekend weer een ouderwetse drukte op het starttreinstation in Stadskanaal. De speciale Stardagen, waarbij de oude Stoomtrein tussen Stadskanaal en Veendam rijdt, zijn namelijk weer begonnen. Nou, we hebben dit jaar de Stardagen, geen Stadskanaal onder Stoom. Dat is het evenement dat zouden we vorig jaar houden, eh, door corona uitgesteld en verschoven naar dit jaar. Ook dit jaar zagen we niet de mogelijkheid om een groot evenement te organiseren. En dan moet je even een pas op de plaats maken. En we hebben gezegd van nou ja, we pakken het, het oudere concept van Stardagen eh, pakken er weer bij. Wat we gedaan hebben was: uh, stomlook combineren met uh, een goederenmeuk op één, vuurloos op vier, en dan helemaal even terugdrukken en samen weer naar binnen steeds. Deze Stardag is voor Lars extra speciaal. Op deze bewuste zaterdag is hij namelijk precies 25 jaar vrijwilliger bij de Star. 25 jaar geleden heb ik mij gemeld als vrijwilliger tijdens het derde weekend van september uh, Open dagen in 1996. En uh, Ja, dus 25 jaar geleden. Dat is 25 jaar vrijwilliger. En is er nog iets speciaals voor jou georganiseerd? Of, uh... Nou, ze hebben voor even geklapt. Voor vrijwilligers en bezoekers is het een verademing om de trein weer te zien rijden. Na een lange periode van stilte mag het nu eindelijk weer. Ja, natuurlijk zijn we blij en we verwachten ook dat we de rest van het jaar ook kunnen blijven rijden. Misschien toch nog wel met bepaalde maatregelen, maar als je het kabinet moet geloven zouden we dus per 25 september de trein helemaal vol moeten kunnen proppen zonder een QR-code. Maar of we dat gaan doen, zien we wel.